Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met de Oase Staple Deco, de bioversie. Ik heb een mooi frame en we gaan een hoorn des overvloeds maken. Heel erg tof, mooi met mooie herfstmaterialen. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf toegankelijk voor alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Dus wees er snel bij. Op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, heb ik een heel tof frame. Je kan hem met kerst gebruiken als kerstboom. We gaan hem nu neerleggen, want we gaan er een hoorn van maken. We wikkelen hem in met mos. Nou kan je dat weer omwikkelen met ijzerdraad. Maar waar je daarvoor moet oppassen is dat het gaat roesten. En ik wil hem eigenlijk zo op tafel kunnen neerleggen. Dus ik gebruik lijm. Daarmee bevestig het. Wil je het buiten neerleggen, dan zou je eventueel wel een wikkeling kunnen maken. Daarin komt straks de Oase Bio Table Deco. Die kan je er straks inleggen. En dan kunnen er ook verse bloemen in gaan verwerken. Maar ik heb ook mooie vruchtjes en dat soort dingen. Maar eerst het bekleden van het frame. Onderzijde hoef je eigenlijk niet helemaal te bekleden, maar ik doe wel eventjes aan de binnenkant de buitenzijde, laat maar zeggen. Zodat je hem wel mooi zo inkijkt alsof hij helemaal bedekt is. Als de buitenzijde helemaal bekleed is, kan je de Oase Bio Table Deco kan je erin neerleggen. En je kan ervoor kiezen om iets schuin te laten lopen, net wat je al mooi vindt. Je kan hem ook verder indoen. En daarin verwerken we mooie bloemen en ook mooie vruchtjes en herfstmaterialen. Dus laten we gauw verder gaan. Allereerst maak ik een basis met wat skimmia. Hiermee werk ik mooi het schaaltje weg. De hoorn is best wel groot, dus je mag ook best wel wat lengte gebruiken in het stuk. Ik heb nu een basis gemaakt. Eventjes tussendoor een tip. Als je het frame vaker wil gebruiken, wat dus heel mooi is, want je kan het schaaltje er elke keer gewoon uithalen. Dus met kerst kan je hem heel makkelijk weer opnieuw opmaken. Als het mos dan wat ingedroogd is, dan spray je het even in met de Floral Life Finishing Touch Spray. Het werkt heel goed, want je maakt het even weer goed vochtig en het frist eventjes goed op. Dus daardoor blijft het mos heel mooi groen. Dus even een tipje tussendoor. Ook als het wat warmer in huis is, even af en toe sprayen. Ook goed voor de bloemen, maar ook zeker goed voor het mos. Allereerst gebruik ik wat mooie rozen. Alle bloemen snij ik echt goed schuin aan. Dat is altijd heel belangrijk. En je kan op groepen werken of je kan gemengd werken, net wat je zelf wil. Om wat meer rust te creëren gebruik ik ook Aspidistra. Die rol ik even op. Je kan ook strikjes maken. Ik heb heel veel verschillende video's online. Je kan er alle kanten mee op. Doe ik er een draadje door. Breng ik samen. En op deze manier verwerk je hem in je stuk. En dit doe ik nogmaals. Rol hem op. Pak een draadje. Prik er aan beide kanten doorheen. Onder de nerf door. Dan pak ik hem samen en ik wikkel hem omheen. Dan heb ik ook een lampionnetje. Die zet ik ook even op draad. Omdat het wat langer gedeelte is. Dan heb je iets langer steeltje. Prik hem er doorheen. Doe ik voorzichtig. Dan pak ik hem samen. En dan wikkel ik een van de draadjes even omheen.
En dan heb je een verlengd steeltje. Mocht je dit nou heel lastig vinden, kan je eventueel ook gewoon met een krammetje inmaken. Op deze manier kan je hem wel de juiste lengte krijgen. Even een tip als jouw lampionnetje een beetje ingedeukt is. Je blaast even op en hij is weer mooi rond. Dan verwerk ik wat kalebasjes. Die zet ik gewoon even op een prikketje. Twee prikkers eronderin. Zoals moet je even voorprikken. Dan wat mooie hyperikumbesjes. En wat appeltjes, die steek ik door het frame heen. En dat heb ik wat mooie trosroosjes nog. Je kan op de buitenzijde allerlei leuke dingen lijmen. Zo heb ik wat appeltjes gebruikt, wat vruchtjes. Je kan met een prikketje doen. Maar je kan ook even de koudlijm gebruiken van Oasis. Dit is de koudlijm die je kan gebruiken voor echt materiaal, dus levend materiaal. Daar krijg je verkleuringen. Wel iets beter dan in prikken, dan zal die iets langer mooi blijven. Dan steek ik dus een stuk berengras in het bloemstuk. Ik zet hem eerst even op draad. Dan pak ik het bij elkaar. En dan zet ik het even vast met een mooi pareltje. Ik heb een mooi oranje pareltje. Past mooi in die kleur. Dan prik ik het mee doorheen. En dan blijft hij er mooi in zitten. En dat doe ik aan meerdere kanten. Dan krijg je een mooi speels en apart effect. Als het nodig is, gebruik je even eentje extra. Bij het op draad zetten pak je dus gewoon een bundeltje. Je slaat er een ijzerdraadje omheen en dan maak je even een wikkeling. En dan prikkel je hem iets makkelijker in. Af met de Florawai Finishing Touch voor extra houdbaarheid. En dan lijm ik nog eventjes wat hout paddenstoeltjes op het achterste gedeelte. Hele leuke paddenstoeltjes. Kijk, echt herfst. Zeg je van, ik vind het voldoende, zo kan je het zo laten. Maar je kan deze nog wel bij opdoen. Het is een mooi rijk gevuld bloemstuk. Mooie herfstmaterialen. Ik kan hem helemaal weer naar wens maken zoals je zelf leuk vindt. Echt prachtig. Kijk nou hoe mooi. Ook heel mooi om buiten bij de deur bijvoorbeeld neer te leggen. Of mooi op een kast. Prachtig. Wil je nou zelf graag aan de slag met deze prachtig gevulde hoorn? Mooi rijk gevuld met prachtige mooie herfstmaterialen en mooie herfstkleuren. Je kan hem eventueel ook een andere kleur bestellen.
Maar wil je het pakket graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. Je kan hem dus eventueel ook in een andere kleur bestellen. En vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik nog veel meer mooie bloemrijke creaties. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.